Vannacht wordt een knotsgekke nacht. Welkom bij Victor Vlogdown. Papa en Ellen zijn net naar boven gegaan, maar Marie en ik hebben een geniaal idee. We gaan papa en Ellen verrassen. Wat een leuke verrassing. Ons! We hebben hier twee opblaasmatrassen liggen. Dat doen we niet eerder. Nee, dat zijn twee aparte. Ik ga niet met u op een matras liggen. Ja, dat is een tweepersoonsmatras. Ja, nee, ik ga niet met u op een matras liggen. Dat vind ik niet leuk. Ik wil alleen in bed. We gaan onverwacht de kamer van papa en Ellen binnenstormen. Moeten we die dan al opblazen buiten de deur en dan ermee naar binnen? Nee, het zijn bijzondere matrassen gestikt in de prijs. En dan, oep, blazen die op. Ik ga ze nu halen. Ja, ik ga mijn tanden al poetsen, hè. Ja, het was nodig ook. Hela! Oké, dus hier liggen de matrassen in. En dat weet ik wel. Ja, kom toch maar even helpen, want die matrassen wegen echt veel. Easy. Zwaarder dan gedacht, hè. Je zit precies een Disney-heks met dat teken. Vind jij dat ze blij gaan zijn? Die net op de nacht van hun droom. Ik voel me echt 3, 4. Zelfs toen we 4 waren, mochten we niet bij papa. Hallo. We hebben een verrassing. We komen logeren. Waarom? Dat is toch tof? Dat dat leuk is. Dat is in. Hier kan ik toch perfect. Zo? Nee, niet in hoofd. Zo, hier? Nee. Wat heb jij Ik kan mijn matrasje niet leggen. Ja, we hebben 2 matrassen bij, dus maak je geen zorgen. Die zijn kapot. Komen we erbij, schuifjes op? Nee, no way. Nee. Maar dat is wel interessant. Wat een topic. Allee, laat me gerust. Laat me gerust. Moeten we het opschuiven, zeg. Allee. Ja, maar... Peter. Liefje. Up, voilà. Maar je zegt dat gewoon... Hier is geen draad aan voor een stopcontact te steken. Hier zit dat ergens. Nee, hier is dat. Ah. Maar er zit geen draad. Ah ja, hoe marcheert dat dan? Het is 11:30. Ja, hier, voilà. Nee, voilà. Ja, daar. Het is een klepje. Oh. Oei. Waarom? Marie, je moet op je matras slapen, hè. Dat is eng. Met wie in bed slapen? Nee, ik heb ook mijne bij, hè. Blaas je dat al op, hè? Ik denk dat hem klaar is. Ja, maar moet ik... Doe gewoon op, stop. Oei, ik hoor wel. Er zit een gat in. Ja? Ja. Ja, je gaat me nu toch niet vertellen dat hier een gat in zit en dat we met 2 op die ander moeten liggen, hè? Ja, of jij moet heel de nacht zo je vinger erop bouwen. Kun je dan nog zoiets te blazen of wat? Allee, doe het dan rap. Kom, ik wil slapen. Ik ook. Oei. Mooi, Marie. Ja, Marie, allez, kom maar. Ja, ik kan dan met mijn voeten zo, hè. Ah, pas op, ja. Nee, je kan niet met je voeten bij mij. Jawel. Nee. Ja, ik kan niet met mijn kop naast je kop liggen. Dat vind ik niet leuk. En wel met je kop naast mijn voeten? Ja. Zie, ik ben heel vuil. Ik heb mijn sokken ja, gewoon. Ja, ik zie het. Ja, we hebben nog geen kopkussens, ja. Mogen we... Ah, ik viel dat ik kan, hè. Jij moet stil, je zot. Jullie hebben toch 4 kussens, hè? Ja. Nee. We hebben die nodig. Alleen mogen we niet 2 kussens lenen? Ja, dat is super onaardig. Delen! Je hebt er toch zelf van delen! Jij hebt 4 kussens op je kamer. Niet zwaar. We willen zo graag met jullie kussens slapen. Die zien er zo klus uit. Nee, dat zijn ze totaal niet. Alleen mogen we niet even 2 kussens gebruiken? Ons, nee, die van ons zijn... Snap wel. Onknus. Pas op, want jij denkt nu... Met licht uit te doen, dat je veilig bent, hè? Maar ik heb hier de night vision. Ja, Marie, pakte jij 2 kussens? Ja. 1, ieder voor zich. Nee, kom voor mij, hoor. Ja. Dat doet heel subtiel. Ja. Liefje. Liefje. Ik zal wel een kus.
kussen voor mezelf gaan halen. Voor mij ook? Nee. Allee, zeg, egoïst. Man. Gezellig, hè. Ja, maar zie eens, je dacht dat je veilig was voor de camera. Ik ben veilig. Je dacht dat je veilig was. Is het nodig? Allee, moet je rust. Ah, mijn, dank je wel. Nee, dat is mijn. Allee, slaap wel iedereen. Ja. Dag. Slaap wel, Marie. Slaap zacht. Het is 3 uur s'nachts. Ik moet naar het toilet. Ik ga niemand wakker maken. Maar ik wil jullie dit moment toch niet ontnemen. Aangenaam om naast te zitten. Nee, ik ben heel leuk om naast te slapen. Zeker omdat dat echt super hard beweegt. Ja, daar kan ik niks van doen. Hè. Hallo, hebben jullie goed geslapen? Niet voor de raden vatbaar. Sta op, jij luie slaper. De koekoek roept u op. Zo wacht hij als vroeger, wacht hij. Echt zo wacht. Maar ik was dat bijna vergeten. Ja, Marie, met mij beleef je altijd nostalgische momenten. Wel, heb je nog een koffietje? Ja. Voor mij ook, alsjeblieft. Voilà, wij gaan hier aan onze geweldige dag beginnen. En iedereen is goedgezind opgestaan, dus het wordt een leuke dag. En we zien jullie morgen terug. Bye-bye. Bye-bye.